In 5 stappen naar beter solderen. Mijn naam is Ron Klermans van E-Tech Trainingen. Is dit jouw eerste kennismaking met E-Tech Trainingen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en dan blijf je op de hoogte van de allernieuwste video's. Vandaag vertel ik jou in 5 stappen hoe je beter gaat solderen. De 5 stappen zijn: temperatuur instellen, hulpmiddelen, tiponderhoud, warmtebrug en beoordelen van verbinding. Om te beginnen een paar basisoverwegingen. We gaan solderen en wat komt daar zoal bij kijken? Bij E-Tech Trainingen prijzen we ons gelukkig met state-of-the-art soldeerstations, namelijk van JBC en Metcal. JBC is de perfecte keuze voor het solderen en desolderen van moderne elektronica met grote grondvlakken zoals moederborden of telefoons. Instelbaar van 90 tot 450 graden en door het vermogen van 160 watt bijzonder snel op temperatuur. De ingebouwde sleep- en standby-functies zorgden voor een verlengde levensduur van de soldeerpunt. Diverse punten zijn er te verkrijgen, voor zowel het fijnere werk zoals het solderen van SMD-componenten, maar ook voor het grovere werk zoals kabels. De Metcal CV5200 met Connection Validation en Smart Heat technologie detecteert de thermische belasting en levert direct power on demand rechtstreeks aan de verbinding. De Connection Validation geeft met behulp van de lettering aan wanneer de soldering goed is. Daarmee minimaliseert het de risico's en draagt het bij aan een betrouwbare soldering. Bij voldoende belangstelling kunnen we in een ander filmpje dieper op de verschillen ingaan. Wil je dat? Zet het bij de comments. Aan een soldeertip zelf kun je niet zien of hij koud of warm is, vandaar dat voorzichtigheid geboden is. De tip van je soldeerbout kan wel 3 keer de kooktemperatuur van water bevatten. Tevens is het wenselijk om je ogen te beschermen met een veiligheidsbril. Wanneer je het inademen van een eventuele schadelijke dampen wil beperken, dan kan een combinatie van goede ventilatie en een eenvoudige afzuiging met koolstoffilter een goede investering zijn. Stap 1. Temperatuur instellen. In beginsel starten we met het instellen van de temperatuur van 315 graden. Deze instelling zal voor vele situaties toereikend zijn. Er zijn echter veel meer soldeerverbindingen die met veel minder temperatuur uit kunnen. Echter, wanneer je met dikkere PCB's of grotere massavlakken werkt, kan de temperatuur omhoog bijgesteld worden. Het overwegen van bijverwarming kan een enorm voordeel opleveren. Stap 2. Hulpmiddelen. Ik laat je een aantal hulpmiddelen zien waarmee je je voordeel kunt doen. Een bankschroef om meer stabiliteit te verkrijgen. De Christmas tree te gebruiken om uitlopers van through-hole componenten correct te buigen. De orange stick, het houten stokje waarmee je componenten kunt aandrukken op de printplaat. Dan heb ik hier nog een andere handige gadget, het printplaatlineaaltje. Je gebruikt het bij het afknippen van de uitlopers. Hiermee kun je vlot de juiste uitsteeklengte bepalen. Wil je meer informatie over het wanneer je moet knippen, of je dat voor of na het solderen doet en wat bijvoorbeeld de juiste uitsteeklengte is, dan volg je bij ons een IPC-training. Stap 3. Soldeerpunt schoonmaken. Goed gereedschap vraagt om goed onderhoud. Om daar zo lang mogelijk plezier aan te beleven, doe ik je een paar tips aan de hand. Veeg voor het gebruik de oude tinresten van de soldeerpunt. Tegenwoordig doe je dat het liefst in een koperen krullenbak. Het liefst niet meer met een spons. Breng daarna opnieuw tin aan en verwijder indien nodig nogmaals de tin. De flux die in een goede soldeertin aanwezig is, verwijdert de oxideaanslag. Nog belangrijker,
Na afloop van het solderen zet je de soldeerbout met wat nieuwe tin in de houder. Zo is hij maximaal beschermd. Stap 4. Warmtebrug. Voordat je gaat solderen, kies een goed passende soldeerpunt. Veeg hem schoon en doe een beetje soldeertin aan de punt. Dit zorgt voor een vlotte warmteoverdracht. Zet de soldeerpunt op het eiland en tegen de uitloper of verbindingsvlak aan. Vervolgens een kleine hoeveelheid soldeertin toevoegen om een warmtebrug te creëren. En breng pulserend aan de tegenoverliggende zijde een juiste hoeveelheid soldeertin aan om de eigenlijke soldering te maken. Stap 5. Beoordelen van de verbinding. Bij het beoordelen van de verbinding kijken we naar het volgende. Is de vloeiing optimaal, ook aan beide zijdes? Hebben we een gelijkmatige verbinding? Goed dekkend? Heb je hulp nodig bij het beoordelen van jouw soldering? Kom dan bijvoorbeeld de IPC A610 volgen. Deze training geeft je inzicht in de acceptatiecriteria van geassembleerde elektronica. Goed, dit was in 5 stappen beter leren solderen. Voor jou natuurlijk al heel fijn dat je al 5 stappen extra hebt gemaakt, maar daarmee ben je er nog niet. Je zult er nog veel meer moeten maken. Dat kun je met behulp van training doen en dat kun je natuurlijk ook doen met behulp van het kijken van een volgend filmpje van ons. Wil je van dit alles op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en klik op de bel. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.